Ik ben mild kritisch supporter van u. Mijn hart ligt bij het hoger onderwijs en het hoger onderzoek. Niettemin ga ik toch kritisch duiden wat ik denk dat beter kan vandaag. Dus ziet u mij als een kritische boodschapper, reist u met mij mee. Het verhaal wat ik vertel, vertel ik eigenlijk al 20 jaar. Dus mijn kinderen zeggen, pa, dat is toch wel saai. Steeds hetzelfde verhaal. Maar ik pas het aan de actualiteit van de tijd. En dat doe ik ook vandaag. Ik ga eerst vooruit naar vroeger. Ik ben ervan overtuigd dat we een nieuw tijdperk intreden. We leven niet in een tijdperk van een verandering, maar in een verandering van tijdperk. Ik onderzoek al heel lang de aard van de verandering, de snelheid, de doorwerking, de omvang, de veelvormigheid. En die zijn exceptioneel vandaag de dag. Als u daar nog niet van overtuigd bent, probeer ik u de komende minuten daarvan te overtuigen. Ik ga eerst met u terug naar de 19e eeuw. Toen waren we onderdeel van een revolutie, een evolutionaire revolutie, dat noem ik een transitie. Het is radicaal, maar het gaat in kleine stappen. Er waren 3 dingen die toen veranderden. De opkomst van de industrie, we gingen op grootschalige wijze produceren. We gingen de samenleving organiseren, bijvoorbeeld het onderwijs, maar ook de gezondheidszorg, arbeidsvoorziening. En er ontstond een nieuwe macht. De macht was in handen van de adel en er kwam een gegoede burgerij op, de bourgeoisie, die de macht overnam. Dit was een schok voor veel mensen, omdat veel mensen dachten, gaan die machines onze banen overnemen? En dat gebeurde ook ten dele, anderzijds ontstonden er ook heel veel banen. We gingen dingen op grote schaal maken en veel mensen waren bang in die tijd, andere mensen zagen juist weer kansen. Die tijd was een verscheurde tijd. Als we kijken naar de overeenkomsten tussen toen en nu, dan vind ik die treffend. Ook mensen als Auke van der Woud hebben daar het nodige over geschreven. Gaat u even mee. Toen was het een jaar of 40, 50, 60 onrustig. Veel mensen hadden geen overzicht, geen inzicht. Waar gaat het naartoe met de economie en de samenleving? Dat hebben nu ook veel mensen. Veel mensen toen vroegen om eenvoudige oplossingen. Maar eenvoudige oplossingen worden in tijden van revolutie snel onderdeel van het probleem. Veel mensen waren bang, andere mensen zagen kansen. Er was een heilig vooruitgangsgeloof, met name technologisch vooruitgangsgeloof. Dat zien we nu weer. Denk maar aan de hele singularity-beweging. En er was een toenemende sociale ongelijkheid. En dat zien we bij elke grote transitie, dames en heren. Een grote groep in eerste instantie wordt het slachtoffer, een relatief kleine groep profiteert. Mensen als Marx waarschuwden daar toen al voor vanuit zijn totaalanalyse en oplossing. Nu doet Piketty dat op iets subtielere, maar niet minder pregnante wijze. 2 dingen kunnen we leren, dames en heren, van die tijd. A. Angst is een slechte raadgever. B. We moeten accepteren dat we een lange periode van chaos krijgen. Maar, zeg ik dan, dat biedt juist kansen om dingen anders te doen. We hebben ook in het onderwijs in de 19e eeuw er heel lang over gedaan om dat onderwijs vorm te geven. En we deden dat langs de zuilen. Toen hadden we 2 zuilen, ideologie en religie. Daar kwamen onze kernwaarden vandaan. Je was socialist, liberaal, katholiek, protestant. In het onderwijs hebben we er toen bijna 50 jaar over gedaan om te zorgen dat dat onderwijs langs die zuilen voor een zo groot, breed mogelijke groep beschikbaar kwam. Chaos. Bereidt u zich voor op chaos? U denkt misschien, ik zit al in een chaotische omgeving. Wordt het dan nog erger? Ja, dat denk ik wel. Wordt het dan leuker? Dat denk ik ook. Chaos betekent eigenlijk de ramen en de deuren openzetten. Als je echt dingen wezenlijk wil veranderen, is dit de kans. Er zijn natuurlijk ook verschillen, dames en heren. Als je kijkt naar de snelheid, de doorwerking, die is duizenden malen groter dan toen. Denk alleen maar aan het gebruik van de sociale media. Internet. Ik laat wel eens een filmpje zien. 15 mensen wordt gevraagd, zou je een mobiele telefoon willen gebruiken? Kent u dat? Al die mensen zeggen, nee, waarom? Dat filmpje is 15 jaar oud. Gemaakt door Frans Bromet.
Er is één iemand die zegt, stel je voor, dan zit ik op de fiets en dan word ik gebeld. Ik fiets bijna dagelijks naar mijn universiteit. Ik moet heel veel moeite doen, dames en heren, om studenten te ontwijken die permanent met die telefoon op de fiets bezig zijn. En geen acht slaan op mij, of wie dan ook. Wij gebruiken geen 15 jaar oude telefoons meer. Maar we gebruiken wel organisatiemodellen die 100 jaar oud zijn. Kijk maar naar het organisatiemodel van een hoger onderwijsinstelling. Ik ga u steeds meer prikkelen, totdat ik u een beetje door elkaar heb geschud en dan laat ik u achter in een staat van chaos. Dat beloof ik u. Ik trek die transitielijnen door naar het heden. Ik zie ook drie weeflijnen nu, volgens mijn transitietheorie. 1. De samenleving zoals we die kennen is voor een groot deel nog geworteld in de 19e eeuw. Dat zijn we aan het kantelen. 2. De economie krijgt een ander fundament. 3. Ook nu ontstaat een nieuwe macht. En waarschijnlijk bent u onderdeel van die nieuwe macht. Alleen u realiseert het zich misschien nog niet. Ik neem u mee op die transitiereis. Dit heb ik de laatste maanden uit de media gehaald. Ik heb het niet zelf verzonnen, ook de titel niet. Letterlijk staat dit in de media. Het roer moet om. Of het nou gaat om de gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsvoorziening, pensioenfondsen. U wordt er natuurlijk een beetje ibelig van, zo niet kriegelig. Ik geniet ervan. Wat ik zie bevestigt, wat ik al jarenlang waarneem. Namelijk, al deze stelsels die u voor u ziet, hebben een worteling in de waarden en de instituties van de 19e eeuw. En die hebben heel lang best goed gefunctioneerd. Dat heeft ons heel veel gebracht. Maar één keer in de zoveel tijd moet dat worden opgeschud. En dit is zo'n tijd. Dus mijn volgende les is, geniet daar nou van. U kunt later tegen uw kinderen of kleinkinderen zeggen, ik was erbij. Ik was erbij in tijden van evolutionaire revolutie, toen we dat onderwijs op de schop namen en het een heel andere vorm gaven. We gaan op weg naar een samenleving, dames en heren, die we nog niet kunnen kennen. Maar we kunnen wel wat contouren verkennen op basis van zo'n, wat wij noemen, historische transitiepatroonanalyse. Ik neem u mee. In de 19e eeuw was de verhouding tussen overheid en burgers duidelijk. Burgers waren over het algemeen kwetsbaar. We leefden gemiddeld nog geen 50 jaar. We hadden ook hulp nodig. En de overheid had de regie en hielp ons vrij kwetsbare mensen door het leven. Maar in de afgelopen 150 jaar zijn we in toenemende mate afhankelijk geraakt van die overheid. Het uitgangspunt nu wordt heel anders, dames en heren. En dat heeft op zich niet zoveel met dat rare woord te maken, participatiesamenleving. Wat al een tautologie is. Participeren betekent dingen samen doen. Maar de grondslag wordt anders. De grondslag wordt, wij burgers kunnen veel dingen zelf, vanuit zelf en samenredzaamheid. En als dat niet meer gaat, dan komt die overheid ons helpen. Dat betekent de transitie van overheid naar onderheid en van onderdanen naar overdanen. Nog een keer, van onderdanen naar overdanen. Wij zijn anders dan in de 19e eeuw en van overheid naar onderheid. De onderheid krijgt dus een faciliterende rol. Woorden zijn belangrijk in een taalperiode van transitie. Tweede fundamentele verandering is, we komen dus uit die hokjessamenleving. Kent u dat televisieprogramma? De Hokjesman? Ja, was ik ook nog een slachtoffer van. Maar die hokjessamenleving, dames en heren, die was zo ordelijk en zo overzichtelijk. En als je boven Nederland vliegt, geen land in de wereld is zo verdeeld en verkaveld in hokjes, kent u dat? Dan zie je al die rechthoekige vlakjes en denk je, ja, knap gedaan, leuk gedaan. En mijn moeder van bijna 80 woont nog in die hokjessamenleving. Verzeild, top-down. En ik heb al gezegd, dat heeft heel lang goed gefunctioneerd. Mijn kinderen zijn 19 en 23 en studeren ook allebei in de universiteit. Daar ga ik dadelijk nog een paar smakelijke anekdotes over vertellen. Hoe dat dan gaat tegenwoordig. Maar die hebben niks meer met die hokjessamenleving. Die leven in communities, virtueel, fysiek. Die willen dingen snel, decentraal van onderop regelen. En we zitten er tussenin, dames en heren, in die periode van chaos. En mijn motto is vooruit naar vroeger. Terug naar de kern, de menselijke maat, maar op een uiterst innovatieve wijze. Ik geef u vast één kleine anekdote. Ik ben grootgebracht op het Comenius, Capella aan de IJssel, HAVO, VWO. En ik ging vorig jaar terug om een verhaaltje te houden. En dat doe ik dan, dus ik kom daar aan en ik schud
15 handen. Ik schud de hand van de onderwijsmonitor, de onderwijsdirecteur, de onderwijstoezichthouder, de onderwijscontrole, de onderwijsplanner. En na de tiende zei ik, waar zijn de leraren? Oh, die staan in een blendend zaaltje. Ik zeg, maar dat zijn toch de helden? Het gaat toch om de leraren? En ik memoreerde in mijn tijd, we hadden een conciërge, we hadden een rector, we hadden twee conrectoren, die gaven ook nog les. Dat was het. En natuurlijk was vroeger niet alles beter, integendeel. Maar als ik zeg vooruit naar vroeger, moeten we terug naar de kern. In het onderwijs draait het om de leraar en om de leerling. En alles wat we daar omheen hebben gefantaseerd, is eigenlijk ballast. Het gaat om de kern. Vooruit naar vroeg. Ik zei het al, ik word steeds scherper, ik kom steeds meer onder uw huid. U kunt zeggen, ik laat af en toe de nuance varen, dat mag zo zijn, maar ik ga wel heel diep in de kern zitten. In die kantelperiode, dames en heren, valt er van alles om. En het is goed. Alleen het is tragisch voor de mensen die bij die grote, bijna 19e eeuwse organisaties werken. Er valt van alles om. En ik stond laatst, dat is ook zo mooi, in Nederland hebben wij duizenden brancheorganisaties. Weet u wanneer die ontstaan zijn? In de 19e eeuw. In de 19e eeuw ontstond ook een groot deel van de multinationals die we nog kennen. Maar ook de brancheclubs. Dus ik stond 2 jaar geleden voor de brancheorganisatie van brancheorganisaties. Die heb je namelijk in Nederland. Op de SS Rotterdam. Dus, nou, ook zo'n volle zaal. En ik ondeugend als ik ben, stelde ik als eerste vraag, wie zou nu nog zijn eigen brancheorganisatie oprichten? En niemand stak zijn hand op. Dus toen zei ik, nou, dan kunnen we toch stoppen ermee? Ja, dat is ook weer zo wat. Wij doen er nog toe en we hebben het gezellig samen. Maar eigenlijk in tijden van transitie, dames en heren, moet je jezelf de vraag stellen. Zouden wij onszelf nu nog oprichten? En veel bedrijven en organisaties die dat niet doen, die worden het slachtoffer. En dat is dus onderdeel van die chaos. Dan heb je 3 reacties. Angst, mensen komen in verzet en mensen komen in actie. Ik laat u voorbeelden van alle 3 zien. Ja, je zal maar bij V&D hebben gewerkt. Maar ik vroeg aan mijn kinderen, hoe lang geleden hebben jullie iets gekocht bij V&D? Nou, ze lopen er wel af en toe doorheen, maar kopen deden ze al jaren niet meer. V&D was al 30 jaar de klant kwijt. Als je de klant kwijt bent, ben je identiteit kwijt. En hoe tragisch het is voor de mensen die er werkten, daar sympathiseer ik mee, maar dan heb je geen bestaansrecht meer. Je zal maar bij een thuiszorgorganisatie werken. Volledig gericht op efficiëntie en rendement. TSN zette dat al 10 jaar geleden in. En toen werd er al gewaarschuwd, dan heb je geen bestaansrecht meer. Er zijn nog 50 van die grote, logge thuiszorgorganisaties, dames en heren. En het is natuurlijk voor de mensen die er met hart en ziel hebben gewerkt, een drama. Maar die komen wel aan het werk in andere verbanden, bijvoorbeeld in coöperaties. Maar deze clubs zijn gedoemd om te mislukken. Ja, je zal maar een grote gas- of kolencentrale nog neerzetten. 6 jaar geleden ging ik naar de boardrooms van de grote energiebedrijven met 2 hoogleraar. We hebben ze gewaarschuwd dat er een nieuwe energiewereld aankwam. Weet u wat ze zeiden? Als we naar jullie luisteren, dan gaan we failliet. Ik zei, nou dat is goed, dan komen we terug. Over 6 jaar. Maar we hoeven niet eens meer terug te gaan. Het is aan het gebeuren. De FNV, dames en heren, is opgericht in de 19e eeuw. 15 jaar geleden hield ik een soortgelijk verhaal voor FNV-bondgenoten in Maastricht, waar ik toen nog woonde. En ik moest via de achterdeur weg. Want mijn boodschap was, jullie moeten jezelf opnieuw uitvinden, anders heb je geen bestaansrecht. Ik was anti-vakman, ik letterlijk ging via de achterdeur weg. Dus overal waar ik kom, kijk ik eerst even naar de achteruitgang. Dan kan ik altijd veilig weg. Vorig jaar, dames en heren, werd ik weer uitgenodigd. Ik dacht, zal ik het doen? En ik ging daarvoor staan. Ik hield grotendeels hetzelfde verhaal. En ik had natuurlijk gekeken. En het bleef doodstil. Ik zeg, zijn jullie niet boos? Nee, we zijn het helemaal met je eens. Ik zeg, oh. Ze zeggen, maar we gaan het nog niet naar buiten brengen op deze manier. Vorig jaar hebben ze 65.000 leden verloren. Maar denkt u nou echt dat mijn zoon Tim van 19 lid wordt van een vakbond? Met een collectivistisch arrangement? Volledig gericht op het gemiddelde, dat is inderdaad 19e eeuw. En nogmaals, ik sympathiseer met de vakbonden. Maar je hebt tegenwoordig al pop-up vakbonden in Amerika. Die heel doorgericht voor 1 actie mensen aan zich binden en dan weer niet. Dat is echt gepersonaliseerd, net als het onderwijs gepersonaliseerd wordt. Er is ook veel verzet, dames en heren. Ik laat ook wel eens zo'n beeld zien van keurige inspraakavonden die wij houden over asielzoekers. En dan zie je die mensen letterlijk zo staan. En dan laat ik zien, we hebben nu
ongeveer 60 miljoen mensen op de vlucht. En door klimaatverandering, 30 jaar geleden studeerde ik af op klimaatverandering, 25 jaar geleden op gepromoveerd. Niet cum laude, omdat een paar commissieleden zeiden, dit is fascinerend onderzoek naar een probleem wat misschien niet bestaat over 25 jaar. Wij verwachten nu, over 10 jaar, dat het 60 graden wordt in de zomer in het Midden-Oosten. Dat is niet leefbaar. Klimaatverandering gaat steeds meer als katalysator fungeren. We hebben nu 60 miljoen vluchtelingen. Over 10 jaar waarschijnlijk, beste schatting, 200 miljoen. Als 0,5%, net als nu, daarvan naar Europa gaat, moeten wij ons instellen op een structurele stroom vluchtelingen. Hoort u dat verhaal wel eens? Bijna nooit. Volgens premier Rutte hebben we het onder controle. In een periode van chaos, dames en heren, heeft niemand de controle. Huisartsen worden boos, want die zitten in een wurggreep van de zorgverzekeraars. En terecht, we hebben een nieuw zorgstelsel bedacht, maar het is ja, eindelijk geëindigd in een soort oligopolie. De macht ligt bij 4 grote zorgverzekeraars. En dat is letterlijk en figuurlijk niet gezond. Ik stond in het maagdenhuis ten overstaan van die studenten. En ik hield een verhaal dat meestal studentenopstanden de voorbode zijn van een grotere revolutie. Dat zagen zij toch anders? Ze zijn heel pragmatisch tegenwoordig. Dus zij zeiden, we willen iets doen aan het rendementsdenken. Dat kon ik me wel in vinden. Maar ze wilden ook inspraak hebben bij het college van bestuur. Nou, dat vind ik nou weer niet zo'n goed idee, dames en heren. Ja, mag ik dat zeggen, Bart? Ja, het college van bestuur heeft natuurlijk ook niet echt de macht op een universiteit. Maar ik vind niet dat je daar studenten in moet zetten. Ik ga het dadelijk hebben over de toekomst van de hogeschool en de universiteit. Maar eerst nog even een anekdote. Want dat rendementsdenken, ik heb niks tegen rendementsdenken. U werkt er misschien dagelijks mee. Maar ik heb er wel iets tegen als we doorslaan naar één dimensie van dat rendement. Alleen maar aantallen. Voorbeeld. Ik geef vorig jaar college aan 400 eerstejaars bedrijfskunde. Dat is niet altijd makkelijk, kan ik u verzinnen. U bent een relatief makkelijke zaal, maar dat zijn best lastige studenten. Dan heb ik altijd 3 regels. Voeten op de vloer, mobieltjes uit en niet eten. Nou, dan ben je al 5 minuten verder. Ik kan me de tijd nog heugen dat vroeger de hoogleraar binnenkwam en dan moesten wij gaan staan. En dan deed die hoogleraar dit, dat was mooi hè, dan dit. En dan ging iedereen zitten. Als ik dat nu doe, dames en heren, dan gebeurt ongeveer het omgekeerde. Kunt u zich iets bij voorstellen. Maar goed, ik ben 10 minuten bezig achterin. Student steekt zijn hand op. Meneer de professor, moeten we dit echt allemaal weten voor de tentamen? Ik zeg, nee, niet allemaal. Oh, zei hij, dank u wel. En hij pakt zijn spullen en hij loopt weg. Maar niet alleen hij, tientallen anderen lopen ook weg. En ik kijk zo eens naar die zaal. En ik heb 2 derde over. Ik denk, nou, dit zijn in ieder geval de meest gemotiveerde studenten. Dus ik bel mijn zoon Tim, 19, studeert aan de TU, Delft, werktuigbouwkunde. Ik zeg, Tim, wat had jij nou gedaan? Hij zegt, nou, papa, waarschijnlijk had ik niet eens in de zaal gezeten. Nou. Ik zeg, nou, fijn Tim, we zijn er weer. Maar stel je voor dat je er wel had gezeten. Hij zegt, nou, dan was ik ook weggelopen. Oké. Ik zeg, dus jij bent ook zo'n voorbeeld van een efficiënte, calculerende student. Ja, zei hij, maar dat heb jij en jouw generatie ervan gemaakt. 1-0 voor Tim. Hij gaat sowieso winnen vanmorgen. Kijk, wij hebben de randvoorwaarden gecreëerd voor een onderwijssysteem waarbij studenten, maar ook wij, ondersteuners, docenten, er ons naar gaan gedragen. Als je al te zeer doorslaat naar rendement, dan worden mensen ook geconditioneerd op die manier. Ik ben hier naartoe geweest, u misschien ook, zelfs op de Erasmus zijn ze geweest. Deze acteurs zijn woedend over het financiële systeem. En terecht. Want u heeft geen idee wat er met uw geld gebeurt. Dat is maar goed ook. Maar het geld is voor 95% bedoeld om nog meer geld te creëren. Gelukkig zijn er ook veel mensen, bijna 1 miljoen in Nederland, die denken, als de onderheid het niet doet, gaan we het zelf doen. Vanuit samenredzaamheid. In allerlei coöperaties, mensen gaan elkaar verzekeren in broodfondsen, maximaal 50 mensen in netwerk, die vanuit vertrouwen, want vertrouwen zijn we kwijtgeraakt in onze zoektocht. Bijna alle instituties en systemen zijn gestold wantrouwen, ook hogescholen en universiteiten. 500 lokale energieinitiatieven, daar word ik blij van. Mensen willen toch geen sjoemelstroom? Trouwens, als u nog stroom krijgt van NUON of Essent, stap naar dit verhaal over. Echt, het is geen groene stroom. Het is gecertificeerde grijze stroom.
200 lokale zorgcoöperaties. Dit zijn mensen die hun kwetsbare oudere medeburger langer in de straat of buurt willen houden. En zelf coöperaties gaan vormen. Dit zijn G1000 bewegingen, geïnspireerd door David van Rijbroek. Want ja, weet u hoeveel procent van ons nog lid is van een politieke partij? Iets meer dan 2%. Dus wat is nog je democratische legitimatie om te denken dat je dat vanuit het huidige democratisch bestel kunt sturen? Wij meten ook de groei van dit soort coöperaties, zowel formeel als informeel. Dit is de formele coöperatievorm, een klein deel van de informele. U ziet dat het explosief toeneemt. Dit is het nieuwe maatschappelijk middenveld. Dit staat haaks op wat in de 19e eeuw gebeurde, want dat was verticaal. Dat waren de silo's. Dit is horizontaal. Dit is het nieuwe maatschappelijk middenveld. U ziet op bijna elk terrein, als het gaat over voeding, energie, geld, zorg, mensen gaan het zelf doen. De politieke partijen, die hebben dit nog niet op de radar, dames en heren. Stel je voor dat ik lid was van een politieke partij. Stel je voor dat ik lid was van het CDA. Ik zou het wel weten. Ze zien het niet. Dit is misschien de allerbelangrijkste sheet die ik u laat zien vandaag. Dit gaat terug naar Habermas, bekende filosoof uit de vorige eeuw, die al het onderscheid maakte tussen systeem en leefwereld. In de 19e eeuw en later overlapte dat voor een groot deel. De laatste 40 jaar is dat uit elkaar gegroeid. Dus in uw werk heeft u daar last van. U zit vast in uw systeemharnas. U wordt dagelijks afgerekend op efficiëntie, rendement, effectiviteit. Dat zijn koude, kille, harde, masculine waarden. Als wij alleen maar worden afgerekend op deze koude, kille systeemwaarden, worden we letterlijk ziek. Lees ook het werk van Paul Verhagen, zijn schitterende boek Identiteit. Snelst opkomende ziekte in de westerse wereld zijn angsten, stoornissen, depressies. Wij mensen willen ook in een wereld leven van vertrouwen, van tijd, van kwaliteit, van kairos-tijd. Dus vooruit naar vroeger betekent in mijn geval dat we die systeem- en leefwereld weer samenbrengen. En het hoger onderwijs is het slachtoffer geworden de afgelopen tientallen jaren van deze systeemveranderdrang. Al tientallen jaren wordt het over ons uitgestrooid, liefst top-down vanuit Den Haag. Waarom moet het hoger onderwijs met elkaar concurreren? Waar komt dat vandaan? Waarom nemen wij al die lijstjes zo serieus? Dat onze universiteiten weer in de top 100 staan. Het zegt helemaal niets, dames en heren. Neemt u dat vooral niet serieus? En toch gaan we ons daarna gedragen. Daarachter schuilt een paradigma-wisseling. Hoe wij denken, hoe wij ons verhouden tot elkaar, hoe we dingen organiseren en hoe we dingen aansturen. Ik laat u één onderdeel zien. Heel lang is het paradigma dominant geweest en dat is nog steeds heel diep geworteld. Het ego-paradigma, ik, geld gedreven. Hè? Wij willen elkaar exploiteren, ook binnen organisaties en ook de wereld om ons heen. Daar worden wij letterlijk ziek van. Dat is niet houdbaar, dat is niet duurzaam. Wij moeten naar een paradigma waarin we dingen samen doen, vanuit samenredzaamheid. Waarin we de tijd nemen, waarin we oog hebben voor andere waarden dan alleen geld. Ook op de universiteit gaan veel discussies binnen 10 minuten over geld. Geld gedreven. Dus dit deel rond ik af met de disruptieve burger. Disruptie wordt vaak gebruikt als het over innovatie gaat in technologie. Maar wij mensen worden ook steeds disruptiever, ook studenten aan de hogeschool of universiteit. En die gaan hun eigen leefomgeving steeds meer zelf inrichten. Ik noem een voorbeeld. Binnen 3 jaar is er een app waarop je je persoonlijke medische gegevens kunt krijgen. Vanuit je elektronisch patiëntendossier in combinatie met DNA-gegevens. Dus die heb je dan beschikbaar. Dat is nu al in ontwikkeling. Daarmee kun je naar je zorgverzekeraar gaan. Daarmee kun je naar een willekeurige sportschool gaan. Daarmee kun je ook naar een supermarkt gaan en zeggen, ik wil op maat bediend worden. Alles wordt op maat, dames en heren, ook het onderwijs. Dat betekent dat jij, als je dat samen met anderen doet en collectief gegevens deelt en beschikbaar stelt, een bepaalde macht kunt opbouwen. Dit gaat gebeuren. Ik kijk naar de economie vanuit een transitiebril, dit is een beetje een rare weergave, maar gelooft u mij, oud-nieuw, het juxtapositioneert gemakshalve van naar. Het is niet zo dat de ene groep beter is of slechter, het is meer ben je voorbereid op die digitale orkaan die eraan komt. En de groep rechts is dat. En volgens mijn zoon Tim zit ik nog voor 3/4 in die oude economie. Want ik ga nog naar winkels toe, ik ga nog naar een reisbureau. Ik koop zelfs nog cd's in een cd-zaak. Dat vindt hij echt
allerbelangrijkst. Dat doe je niet in deze tijd. Dus ik heb weer een Spotify kaartje gekregen van hem. En ik haal het nu ook uit de cloud. Maar ik zoom even in op Uber en Airbnb. Want u zult zeggen, dat zijn toch de cowboys van het hyperkapitalisme. Oké, vanuit een bepaalde morele opvatting kun je dat huldigen. Maar ik kijk sec even naar het disruptieve karakter van die bedrijven. Want dat beïnvloedt ook het onderwijs. Wat heeft Airbnb niet? Vastgoed. Het is de grootste vastgoedspeler ter wereld. Zonder vastgoed. Is logisch toch, zou Cruijff zeggen. Maar het is ook heel onlogisch. Wat heeft Uber niet? Taxis. Ik kijk even naar Uber. Ik neem soms een taxi. Ik kan dan niet de taxi kiezen. De taxichauffeur ook niet. Ken de route niet. De prijs niet. Kan hem niet beoordelen. Alles wat ik wil, kan niet. Gemiddelde taxi staat bijna de helft van de tijd stil. Uber biedt dat allemaal wel. Uber verandert dus de vervoersmarkt, niet zozeer de taxiwereld, maar de vervoersmarkt, omdat ze allerlei specifieke deeldiensten hebben die zich razendsnel vermenigvuldigen over de wereld. In weerwil van alle weerstand die er is, voor allerlei soorten en maten hebben ze die deeldiensten nu. Maar nu komt die, dit is maximaal disruptief. Uber doet niks meer en minder dan chauffeurs aan passagiers koppelen, digitaal. Ik zie u kijken van, huh? Maar eenvoudiger kan niet, sneller kan niet, goedkoper kan niet. Dit verdienmodel, deze digitale platformkoppeling, krijgen we in elke sector te zien. In de bouwwereld, in de energiewereld. Alle ketenschakels gaan ertussen uit. Containertransport van Shanghai naar Rotterdam voor de haven. Er zitten nu nog 20 partijen tussen. Die worden allemaal tussenuit gehaald. Binnen 5 jaar worden ze aangestuurd door een app, Uber-achtige app. Ook in het onderwijs, dames en heren, gaat dat heel direct. Mijn zoon gaat zelden nog naar colleges. Weet je wat hij zegt? Ik kan voor bijna elk vakgebied een betere docent vinden op internet. Ook voor jou, zegt hij. Oké, 2-0 hè. U houdt de stand bij. Die economische kanteling die eraan komt, heeft ook te maken met de toenemende mens-machine interactie. Dat heeft ook geweldige implicaties voor het onderwijs. Toenemende robotisering, toenemende ontbundeling en vervlechting. Dat betekent eigenlijk dat als je een multinational bent, je hebt 100 diensten of producten. Elk van die diensten en producten kan sneller door een start-up gemaakt worden. Sneller, goedkoper, slimmer. Ja, daar sta je dan. Bijvoorbeeld als bank. Ik kijk even naar de robotisering. We kunnen dat niet tegenhouden. Ook niet in het onderwijs. Ik heb al een biertje getapt gekregen in Tokio door een robot. Dat is natuurlijk niet gezellig, zult u zeggen. Hoe verhoudt zich dat dan tot die menselijke maat? Nou ja, die bardame of barheer kan zich natuurlijk tot u verhouden. Dit is altijd 2 vingers schuim. Ik stond laatst op een zorgcongres. Na mij kwam deze robot als keynote spreken. 40 centimeter hoog. Hij kan u laten springen, dansen, klappen, lachen. Kan die allemaal. Hij heeft de verstandelijke vermogens van een kind van 5 maanden. Maar hij wordt ingezet in de ouderenzorg. Die ouderen zijn niet bang van hem of haar. Want hij wordt gezien als een speeltje. De jongeren zijn ook niet bang. Weet u wie er bang is? Onze generatie. Die is bang voor die robotisering. Gaan wij op weg naar een baanloze economie? Nee, natuurlijk niet. In de 19e eeuw ook niet. Er zullen wel veel banen verdwijnen, maar er zullen minstens zoveel banen bijkomen. Dit is de meest verkochte robot ter wereld. Binnenkort ook in mannelijke vorm, dames. Dus ik word er niet opgewonden van. Althans, ik zal het nooit toegeven, openlijk. Maar er is een markt voor. En we houden dit niet tegen. In de 19e eeuw gingen we functioneel die machines inzetten. Nu gaan we ook functioneel deze robots inzetten. Ik loop met u door een winkel. Over 5 jaar, misschien wel eerder. Ik ga door zo'n poortje, al mijn data worden geregistreerd, mijn mobiel gaat trillen. En men weet alles van mij. U bent een visliefhebber. En u houdt van tonijn. We hebben een aanbieding van tonijn, salade erbij, groente erbij, recept erbij, fles witte wijn. Mijn moeder zegt, dit is een gruwel. Mijn kinderen zeggen, yes. Dit gaat gebeuren, dames en heren. Dit gaat gebeuren. U kunt zeggen, dat zegt mijn moeder altijd, is het nodig? Ja, maar de weg van evolutionaire revolutie verloopt zelden langs die vraag. Dit is het meest disruptieve apparaatje wat ik ken. De 3D-printer, je hebt ze van 30 centimeter, van 3 meter, van 13 meter. Je kunt er natuurlijk naar kijken, wat voor schattige dingen kun je ermee maken. Ik heb een pizza geprint gekregen. Mijn moeder zegt, is dat dan lekker? Ik zeg, nee, dat is niet lekker. Maar het gaat om het fenomeen dat je dan lokaal voedsel kan printen. Het gaat erom, hoe wij dingen maken en wie dingen maken is fundamenteel aan het veranderen. Ik ben naar zo'n hub geweest in Amsterdam. 020 noemen wij dat in Rotterdam. En die maken dan
Zo'n middeleeuws grachtenpand met allerlei soorten 3D-printers, dat kost natuurlijk tijd en geld, maar alle eerste voorbeelden, prototypes, zijn relatief duur. Maar dit is een revolutie, dames en heren. Waarom is het nou een revolutie? Internet ging over het delen van dingen, digitaal. Maar dit gaat over het gedeeld maken van producten en diensten. Dit is een nog veel grotere revolutie dan internet. Dus hoe wij dingen maken en wie dingen maken, is fundamenteel aan het veranderen. In de nabije toekomst heeft u er allemaal één thuis. Wij kunnen in groepen vrijwel alles zelf maken. Daar moeten wij aan wennen. Wij worden dus ook prosumenten op die manier. Dus die nieuwe economie heeft zoveel vormen, zoveel gezichten. Ik kan het niet eens in één woord duiden. Het is een digitale economie, een deeleconomie, een roboteconomie, een maken-economie, een groene, een blauwe, een circulaire, een biobased. Wauw! Mijn zoon heeft een ander perspectief dan ik in de jaren 80. Dit is de grootste uitdaging in 150 jaar. Wij veranderen daardoor, net als in de 19e eeuw, toen wij een breder, grootse perspectief op de wereld kregen, door die schaalvergroting, veranderen wij hier ook door. Dit is eigenlijk de omgekeerde transitie. Ik liet u de transitie zien naar massaproductie, schaalvergroting. Dit is een transitie naar productie door de massa. Wij, op kleine lokale schaal. We kunnen dus dingen weer lokaal, uniek, op maat maken. Dit heeft verstrekkende consequenties voor elke onderwijsvorm. Beroepsonderwijs, hoger onderwijs. Wij kunnen in beginsel dus alles, als je de juiste kennis en expertise om je heen verzamelt, maken. Maar dat betekent dat het kennis delen nog steeds belangrijker wordt. Kennis hebben was vroeger een bepalende machtsfactor. Dat wordt steeds meer kennis delen. Dus ik combineer 1 en 2. En ik zie de disruptieve technologie helpt de disruptieve mensen om zich nog slimmer en beter te organiseren. Waardoor ze een nieuwe macht kunnen vormen. Dat is nu aan het gebeuren. Nu zoom ik in op het onderwijs. En vanuit die disruptieve mensen en disruptieve innovaties ziet u hopelijk al aankomen wat een grootschalige consequenties dat heeft voor het onderwijs. Dus wij kunnen constateren, dames en heren, dat samenleving en economie sneller veranderen dan het onderwijs. Daar zijn we het over eens. Alleen het onderwijs is het slachtoffer van 50 jaar onderwijsvernieuwing. Sinds de invoering van de Mammoetwet, top-down, centraal gestuurd. Dat mag niet weer gebeuren, anders wordt u helemaal murf gemaakt, voor zover u dat nog niet bent. Dus als we het onderwijs willen vernieuwen, moet dat van onderop. En dan moet dat locatiespecifiek, school voor school. Universiteit voor universiteit. Het onderwijs leidt nu op voor beroepen die over 10 jaar niet meer bestaan. Dat is een nuchtere constatering. Dat kan nooit de bedoeling zijn voor het onderwijs. En de beroepen die wel bestaan, zitten niet in onze curricula. We zitten in een kramp, omdat, ik zei het al, we zijn tientallen jaren aangestuurd van bovenaf, vanuit een soort onderwijsvernieuwingsdrang. En die heeft in veel gevallen geleid tot twee werelden die ik u schetste, de systeem- en leefwereld. En ik kom op heel veel hogescholen en universiteiten. Waarbij men wel de systeemwereld bedient, maar onderwijl andere dingen doet. Op zich vind ik die recalcitrantie wel goed. Want we zitten bijna allemaal gevangen in dat onderwijssysteem. Ik zei al, het probleem is die continue vernieuwingsdrang en de bureaucratisering, de financialisering, de uniformisering, standaardisering. Dat zie je ook in de zorg terug. Terwijl de diversiteit steeds groter wordt in de samenleving en mensen gezien willen worden als uniek mens, gepersonaliseerd onderwijs, hebben wij het steeds meer gestandaardiseerd en geuniformiseerd. Dat staat haaks op elkaar. In de kern benoem ik het nu als volgt. Ik wil gepassioneerd, bezield lesgeven. Maar ik word afgerekend op aantallen studenten die ik afleef. Dus je hebt iemand die kennis wil overdragen en iemand die kennis wil opdoen. Op basis van passie, bezieling, vakmanschap. En we hebben er een efficiënt, renderend systeem van gemaakt tussen een onderwijsproducent en een onderwijsconsument. Ja. Dan denk ik, dit moet niet een beetje anders, dit moet fundamenteel anders. Niemand heeft dit gewild, toch? Toch zijn we allemaal medeschuldig. Wij zijn het systeem. We kunnen ook niet het systeem de schuld geven. Wij zijn het systeem. Zei Habermas ook al. We hebben ook het vermogen om dat systeem weer te veranderen. Dus als ik het heel scherp benoem, zijn universiteiten. Ik laat even de nuance varen, want ik moet het scherp stellen. Want ik ben met hart en ziel verknocht aan die vrije denkruimte van de universiteit. Maar het zijn toch diplomafabrieken geworden in de loop van de afgelopen decennia. Gebaseerd op outputfinanciering, ooit bedacht door minister Ritsen. Ik kwam bij de Universiteit van Maastricht, ik ging daar werken. We hadden een heel goede rector, Job Cohen, die zei,
Als ik het jullie naar je zin kan maken, hoogleraren, dan doe ik het goed. Ik ben faciliterend. Daarna kwam Jo Ritsen. En die wilde een standbeeld, die wilde de universiteit naar zijn hand zetten. Nou, resultaat, kunt u het inschatten? Ja. -2. Dus wij moeten de structuur, de cultuur, de werkwijze veranderen, langzamerhand. Hogescholen zie ik dezelfde problemen. Hè? Toch een devaluatie van de diploma's. Bureaucratisch, veel overhead. Het onderwijs staat daar in dienst van de ondersteunende diensten. En het zou andersom moeten zijn. Ik zie hetzelfde bij het middelbaar beroepsonderwijs. Het heeft veel te maken met wat ik dan onderzoek in het onderwijsregime. Dus we hebben, dit noem ik wel eens de kleilaag. Dus we hebben een onderwijsraad, het ministerie, de inspectie, de brancheclubs, de onderwijsbonden, managers, die bemoeien zich allemaal met dat onderwijs. En eigenlijk zouden we moeten leren om dat los te laten. Want zo gauw je in de klauwen komt van dit regime, ja, dan bijna alle wezenlijke vernieuwing vergruist of erodeert dan. Hoe zou het wel kunnen, dames en heren? Nou, ik zie genoeg positieve tendensen en daar wil ik graag mee afsluiten. Ik kijk naar onderwijs 3.0. Ik zie die transitie die gaande is, de pijlen zijn wat naar beneden gezakt, maar niet minder belangrijk, van standaard naar diversiteit, van bureaucratisch naar flexibel en van rendement naar kwaliteit en ruimte. Nogmaals, ik heb niks tegen rendement, als we het maar meervoudig definiëren, als we het maar breder definiëren dan alleen maar snelheid of aantallen. Uitgangspunten delen we denk ik toch, zoals we hier zitten. De leraar en de leerling staan centraal. Dat is ooit de bedoeling geweest van het onderwijs. Gepersonaliseerd, dus leerlingspecifiek. Ik kom tegenwoordig op scholen waarbij ze die gepersonaliseerde en gedigitaliseerde leeromgeving helemaal hebben doorgevoerd. Ik kom op het Agora school in Roermond. Daar hebben ze 100 leerlingen genomen, van VMBO tot en met gymnasium. En die krijgen een eigen leertraject. En die hebben de vakken afgeschaft, wat ze in Finland ook aan het doen zijn. Maar die hebben werelden gecreëerd en thema's. De wereld van de samenleving, de filosofie, de economie. En je wordt daar dus met de leraar als facilitator door die werelden geleid. En de inspectie zit er bovenop. Want ja, mag het allemaal wel? Kan het wel? Ja, het mag en het kan wel. En de prestaties zijn bovengemiddeld goed. Dus je wordt door verschillende werelden heen geleid. Dat vind ik een uitstekende ontwikkeling. Ik zeg niet dat het overal zo moet. Maar iedere school moet zelf kunnen uitvinden hoe dat zou kunnen. Het nieuwe normaal is niet disciplineren, maar stimuleren. Voorbereiden op continue verandering. Experimenteren, mogen falen. Nu leren we leerlingen vaak dat ze niet mogen falen. Ik sta dus voor het bijzonder onderwijs op een hogeschool of universiteit. Voor het onderwijsprogramma of voor de university colleges. En dan sta ik voor tweede, derdejaars studenten. En die zeggen mij dan, dit is de eerste keer dat wij worden uitgedaagd. Ik zeg, de eerste keer? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Het enige wat ik doe is, ik geef les en ik ga met ze in dialoog. En dat is wat ze missen. Ze worden niet echt uitgedaagd. Ik heb het rapport gelezen, Onderwijs 2032. Daar staan hele zinnige dingen in. Daar kan ik me grotendeels in vinden. Balans tussen kennis en competenties, aardig, vaardig, waardig, dat is deels retoriek. Maar goed, gepersonaliseerd onderwijs, vaardigheden ontwikkelen voor de 21ste eeuw, het probleemoplossend vermogen vergroten en niet kinderen voorbereiden op stabiliteit, maar juist op continue verandering. Dat ze zo weerbaar en flexibel en wendbaar worden, dat ze die verandering gaan appreciëren in plaats van problematiseren. Nou, wat betekent dat nou voor het hoger onderwijs, dames en heren? Ik kijk naar mijn droomuniversiteit. En ik ben nog steeds van zins om een eigen universiteit op te richten. Klein, hè, 100 studenten per jaar die helemaal multi- en interdisciplinair worden geschoold op het gebied van duurzaamheid en transities. Interfacultair, kijk nou eens naar een universiteit. Dat bestaat uit silo's, faculteiten die de macht hebben. Daarbinnen eilandjes die niet met elkaar samenwerken, onderwijs- en onderzoeksgroepen. En daarbinnen ook weer eilandjes. Dat is echt 19e eeuws. Verticaal. Top-down, monodisciplinair. Ik zeg niet dat alles multi- en interdisciplinair moet worden, maar wel dat daar meer de nadruk op moet komen te liggen. Alpha, beta, gamma student, lichte sturing van bovenaf, liefst zelfsturing, maar vooral een swingende universiteit, waar iedereen rondloopt van wauw, het bruist hier, het leeft hier. Ik kwam voor het eerst op de Erasmus Universiteit, overigens prima daar, maar ik schrok van al die gebouwen, ik miste de verbinding. Ik dacht, dit is natuurlijk hoe economen denken. Gewoon efficiënt in die hoge gebouw. Zonder enige samenhang. En nu hebben wij een paviljoen waar mensen samenkomen. We hebben meer groen, we hebben meer water.
Het is een ontmoetingsplek. Een campus kan ook leuk zijn om elkaar te ontmoeten. Dus een universiteit waar studenten worden uitgedaagd, waar docenten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, waar onderzoek niet superieur is aan onderwijs, maar waar het met elkaar verweven is. Onderwijs is zo ontzettend belangrijk, dames en heren. Waar universiteiten in de samenleving zitten, niet vanuit een ivoren toren alleen, maar in de samenleving en werken met bedrijven samen. Zowel digitaal als fysiek, voor mij gaat dat in elkaar over. Nederlands en Engels, voor mij gaat het in elkaar over. En dat het gepersonaliseerd wordt, ieder zijn eigen leertraject, maar wel vanuit sociaal leren, dat je ook in groepen leert denken en werken. Ook hier weer en. Ik kijk naar de hogeschool en ik hoop dat dat ook broedplaatsen worden van leren, werken, ondernemen. En ik ken al een aantal voorbeelden waarbij dat gebeurt. Ik zie de RDM campus, waar we vroeger nog van die housefeesten hadden, met de nodige drugs erbij, 10, 15 jaar geleden. Die oude loodsen van Joep van den Nieuwenhuizen, die stonden lang leeg. Nu zijn ze getransformeerd tot een hoogwaardige onderwijsomgeving. Dit is fantastisch om daar rond te lopen. Boven krijgen ze les, beneden sleutelen ze aan de nieuwe economie. En daarnaast heb je de bedrijven waar ze stage kunnen lopen. Of zelf entrepreneur kunnen worden. Leren, werken, ondernemen in één. Zo kan het wel. Er zijn meer dan 100 van die innovatie- en expertisecentra in Nederland. Dus die studenten, daar stellen we ook andere eisen aan dan vroeger. Die moeten dus goed kunnen samendenken, goed kunnen samenwerken, kunnen co-creëren. Communicatie staat in alles centraal, dames en heren. Maar dat geldt ook voor de docenten. Vanuit hun passie en bezieling les kunnen geven. Midden in het bedrijfsleven en die samenleving staan. Heel goed bekend zijn met de majeure thema's zoals migratie, globalisering, klimaatverandering, de nieuwe economie. Kunnen activeren, coachen en dienen tegelijk. Dat zijn steeds hogere eisen. En om af te ronden, dames en heren, nog even een paar minuten. Hoe zou dit dan kunnen? Er is geen recept. Er is geen recept. Maar ik geef u een paar aanwijzingen. Ik heb het gehad over de cultuuromslag en de structuurverandering. Ik denk dat we naar andere soorten organisaties moeten gaan. Veel horizontaler, veel platter. En niet meer zo'n hokjesuniversiteit met al die vakjes en thema's die voor een deel al achterhaald zijn. Ik zit bijvoorbeeld bij bestuurskunde en bedrijfskunde. Ik zit er middenin. Maar ik kan er niet middenin. Ik zit klem tussen die twee silo's. We moeten naar een vloeibare universiteit met verschillende werelden. De studenten die ik tegenkom, die zijn geïnteresseerd in een heel groot aantal dingen. Echt multi- en interdisciplinariteit. Gepersonaliseerd onderwijs. Er is gelukkig een verzetsbeweging. Er is Science in Transition, die pleit voor een ander soort onderzoek. Er zijn studenten die werken aan de nieuwe universiteit, ook opgekomen sinds het verzet vorig jaar. Er is de Bildung Academie, dat is interessant, dames en heren. Ik heb daar vorige week nog les gegeven. Dit zijn studenten van de VU en de UvA, die waren ontevreden over het onderwijs wat ze kregen. En die zijn een eigen academie gaan oprichten. En die hebben geprobeerd het begrip Bildung uit de 19e eeuw van een nieuwe lading te voorzien. Dus ook de nadruk niet alleen op kennis, maar ook ja, empathie, expressie, vaardigheden. De studenten zelf komen hiermee. En ze willen dat nu ook in andere universiteitssteden gaan doen. Dit is Michiel Tolman. Dit is voor mij een held. Dit is een universitaire held. Er zijn nog meer positieve tendensen. Ik heb al de colleges genoemd, de honors programs, de innovatiecentra. Er zijn er meer dan 100 van. Ik heb vorige week een gesprek gehad met een aantal vertegenwoordigers van die innovatiecentra. Uit het HBO en het MBO. En ik zei, jullie moeten eigenlijk een beweging creëren. Een beweging kun je niet institutionaliseren. En is ongrijpbaar. Anders kom je weer in de klauwen van dat onderwijsregime. Je moet ongrijpbaar blijven. En nou ja, dit zou eigenlijk regulier moeten worden. Dit is nu nog de uitzondering. En de uitzonderingen, zoals het onders en het college en die innovatie en expertise, die zouden juist de norm moeten worden. Dat zou de standaard moeten worden. Anders worden die centra weer een doel op zich en gaan ze weer institutionaliseren. Het bruist van de onderwijsverlening, dames en heren. U heeft geen idee. Ik kom op basisscholen, middelbare scholen, hoger beroepsonderwijs. Het bruist van de idee. Het idee is dat we dat meer gaan verbinden met elkaar en dat dat een beweging vormt. Ik ben erg voorstander van zo'n onderwijsbeweging. Omdat dat een zekere kracht en elegantie in zich draagt en een zekere ongrijpbaarheid met zich meebrengt. Omdat je het niet kan institutionaliseren. Als we een aantal koplopers kunnen verbinden en een enkele kantelaar en een aantal van die verbinders, dan kunnen we laten zien vanuit inspiratie en creativiteit hoe het wel kan. Ik ben ook begonnen met Nederland Kantelt anderhalf jaar geleden, omdat ik wil laten zien hoe mooi het onderwijs is, hoe mooi de zorg is en hoe mooier we het nog kunnen maken. En we moeten ons aanpassen aan die razendsnel en heftig veranderende wereld, dames en heren. Ik ben ook begonnen met United for Education, een onderwijsbeweging waar al duizenden mensen zich achter scharen. En die pleiten voor een totaal
andere vorm van onderwijs en onderzoek. We hebben vooral lef, moed en leiderschap nodig, dames en heren. Hopelijk zit dat ook in deze zaal. Waar is de kantelaar die dat hoger onderwijs op de schop neemt? En die zegt van, oké, we zien hier die stip op de horizon. En we zien dat het anders moet, we zien dat het anders kan. En laten we met z'n allen zorgen dat wij dat onderwijssysteem zodanig veranderen dat we klaar zijn voor die orkaan die er aankomt. En als u nou dadelijk zegt, mooi verhaal, maar niet doen. Probeer het nou niet klein te maken. Denkt u even aan deze woorden. Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langskwam die dat niet wist. En dat was ik vanmorgen. Dank u wel.